Om te beginnen, zorg ervoor dat de smallere kant van de das aan je linkerkant is. De langer deze kant is, de korter je das zal zijn. Neem de linkerkant van de das en kruis het onder de kant die over je rechterschouder hangt. Houd de das vast op het punt waar de twee zijdes kruisen bij je nek. Houd de das hier vast met je linkerhand. Houd je linkerhand op de kruising bij je nek. In je rechterhand neem het wijde gedeelte van de das en kruis het naar links. Hierna pak het omhoog en trek het tussen je nek en de das. Het wijde gedeelte van de das is bedoeld voor de achterkant. Houd de knot die je nu gemaakt hebt vast met je rechterhand. Daarna houd je met je rechterhand het wijde gedeelte van de das voor aan je lichaam, met het eindpunt wijzend naar je rechterarm. Als je wilt kan je wisselen van hand, zodat de knot nu in je linkerhand is. Houd deze losjes vast, zodat er wat ruimte ontstaat in de knot. Trek de das omhoog tussen je nek en de knot met je rechterhand. Blijf het wijde einde naar beneden trekken, zodat de knot vast gaat zitten. Houd het smalle eind van de das vast met je linkerhand en trek deze naar beneden, terwijl je met je rechterhand de knot goed zet. Zorg ervoor dat de knot de bovenste knoop afdekt. Bedankt voor het kijken. Voor meer tips en inspiratie, neem een kijkje op onze blog. Vergeet niet een reactie achter te laten, mocht de video je wel of niet geholpen hebben. We houden er altijd van om van jullie te horen.